Ja, lieve vrienden, het is alweer maandag. Ik ben heel erg laat voor mijn doen op maandag. Het is 13:36 op mijn pc. Dus dat zal het ook wel. Enkel die klok gaat een kilometer voor. Hoe dat nou weer kan, weet ik ook niet. Maar dat doet het niet toe. Nee, het is 13:57. Oh ja, ja, dan valt het nog mee dat die voor is. Maar oké, doet er allemaal niet toe. Ik wens jullie allen als eerste een hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En we proberen er natuurlijk weer wat van te maken. Maar wat, weet ik niet. Het is een sombere dag. Het begon wel met de zon. Maar ik hoefde er niet vroeg uit. Want mijn persoonlijke begeleider die had gisteren al afgeëpt eigenlijk een beetje. Van ik weet niet hoe laat ik bij je ben, want ik moet met die en die naar het ziekenhuis. Normaal komt hij rond 1:30. Ik denk nou, je bekijkt het dan ook maar. Maar dan slaap ik eens even weer uit, want ik heb een paar randnachten weer gehad vanwege mijn rug. Ik slaap heel, heel slecht. Daarom blijf ik ook zo lang op, maar dat doet er allemaal niet toe. Ik ga gewoon weer wat proberen vandaag. Ik moet de bank verschonen, want die is smerig van Woefie Waf Waf. Hé, Frodootje? Ja, nou. Ja, hé. Is je pa, hé? Ja. Schoonlaken hek al, maar hij moet even ook afgezogen worden. Dus ja. Ja, gooi de troep maar op de grond. En de grond, het is een en al haar. En dan kun je zeggen, is dat een huishoudelijke zorg? Ja! Die heb ik. 2 keer in de week, voor 1,5 uur per keer. Dus dat is 3 uurtjes over de hele week. Dat is te weinig voor mij alleen. Want ook ik kan het niet altijd. Nee. Nee, dan krijg je hem weer om. Als je naar buiten wilt, prima. Je mag naar buiten, man. Maar je krijgt deze wel weer om. Kom maar. Ja, nee, kom op. Om. Goed zo. Hij moet even zijn melkkorf om. En dat wou meneer niet. Want hij wil weer naar buiten. Nou, dan gaat hij maar. Hij heeft wat lekkers geroken. Ja, een vrouwtje. Dus hij staat iedere keer te snuffelen en te piepen. Nou, laat hem maar even mooi begaan. Ik ga lekker een bakje koffie doen. En even een broodje, want ik ben wat flauw. En ik ben met mijn computer bezig op te schonen. Dat moet ook gebeuren. Er zijn mensen die doen dat nooit. Nou, dan gaat hij maar langzamer en langzamer en langzamer. En omdat mijn al zo traag is, moet je er toch wel bijhouden. Vind ik. Maar wie ben ik? Kandalf is ook binnen. Hé, Kandalf? Ja, nou? Ja, je bent ook binnen, man. Ja, het is koud hier buiten. Ja. Een vrouwtje die moet de vest nog uitdoen. Die heeft ze nog aan vanwege de telefoon dat ze die mee moest nemen van boven. Ik heb de kattenbak al schoon. Ik heb de vloer van de douche heb ik al schoon. Dus ja, dat hoeft morgen weer niet gedaan te worden door de huishoudelijke zorg. Die kan haar dan weer op andere dingen storten. Ze zal sowieso ook moeten zuigen, want ik ga het nou niet zuigen. Ik ga het denk ik vegen of zo. Ik weet het nog niet. Ik zie wel, ik heb een aantal mogelijkheden. Ik heb een rubberen bezem. Ik zal zo gaan zitten. Nee, dat zie je me nog niet. Het is donker hoor, echt. Lampje aandoen. Zo beter. Nee, ik heb een rubberen bezem. Ik heb 2 verschillende wissers. Enkel de ene wisser heeft een heel groot blad. Maar de doekjes die daar omheen behoren, die zijn eigenlijk voor het goede te krap. Ik heb een nieuwe wisser. Voor van die reclame voor je honden, haren enzovoort. Die heb ik. En dan natuurlijk de stofzuiger. Ja, maar het is een en al haar. Ja, ik laat het jullie niet zien, want... Ik schaam me rood. Maar ja, niet mijn fout. Nee, moet je bij de WMO zijn. Ik krijg maar 2 keer in de week dus hulp voor 3 uurtjes. Totaal. Nou, dat is te weinig. Ik bedoel, ik heb een hoop strijkgoed. Ik kan ook niet lang staan, dus ja. Hallo, wie doet het voor me? Wie komt me helpen? Ja, ik kan koffie krijgen, ik kan eens een keer mee eten of wat dan ook. Maar geld kan ik je niet geven. Nee. Heb ik zelf ook hard nodig. Maar oké, maakt allemaal niet uit, met besluit.
Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe het met een glimlach, want ben je zelf het zonnetje in huis. Want buiten is het echt niet knap hoor, nee. Ik zal het licht weer even uitdoen. Ik ga even zien. Zo. Kan af, je staat in de weg weg. Ja, je staat in de weg weg. Moet je nou eens zien, hoe donker. Ja, het is echt donker. Wat moet jij nou? Hé? Hé. Koeibes. Nou, dan niet. Zeg je niks? Ewen, die zegt nog een keer wat. Ja. En die andere zusje, die komt niet meer. Nee. Die is in de hemel. Hé? Bij baasje en bij oma. Ja. Hé? Bij een heleboel andere lieve mensen. Want je hebt nog een opa daar en nog een oma daar. Ja, en opa uit Amerika is daar. Och, er zijn daar zoveel. Hé? Ja. Maar oké. Zo, daar waren we weer. Het is nou donker en het blijft nou donker. Want ik zeg, geniet van jullie dag. Doei, doei. Ik weet het, ik zie er misschien bezweet eruit, maar ik ben bek af en ik ben nog niet klaar. Ik heb gestofzogen, ik heb de bank schoon en er staat nou van alles en nog wat op. Ik heb de tafel even die kant opgeschoven. En dan kan ik straks na een bakje koffie nog dweilen. Dan gaat de deur even een stuk open, kan het eventjes doorwaaien, dat het sneller droogt. En dan kan de boel weer op zijn plaats. Ja, ik weet niet hoe een andere doet, maar ik wel. En ik doe het nou ook veel langzamer dan vroeger. Want ja, toen kon ik alles achter elkaar doen. Nou gaat het echt niet meer hoor. Ja, fietsen stelen. Ja, jij wil hem even af. Je was net weer buiten geweest. Ook daar is hij weer lastig mee. Erin, eruit. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga lekker een bakje koffie doen. Ja, ja. En ik heb het echt broloetje heet. Nou, waterkook kan ik inschenken. Zo. Lekker bakje koffie. En dan kan ik er wat lekkers bij ook. Heb ik wat verdiend. Toch? Of niet dan? Ja. Nee, dat is hier niet meer. Ik moet... Jeetje, waar hebben ze het gedaan? Hier, ik zie het al staan, maar dan moet ik zelf ook weer staan. Zo. Ja. Astrid die had gisteren even opgeruimd. Dus ja, moet je even zoeken, hè. Ze had wel gezegd, maar ach, ik ben ook maar een mens. Moest even kijken, toch? Nou ja, dan staat het afwas. Nou ja, dat boeit me niet. Ik kom morgen wel. Staat me niet op mijn rug, toch? En ik heb eerder last van de stof dan van die afwas. Want ik ben allergisch voor de stof. Van de stofmeid, laat ik het zo zeggen. Daar ben ik allergisch voor. De rest niet. Dus... Een vuile afwas maakt me niet uit. En toen wordt mijn scherm wazig. Leuk, gezellig. Hoepie, ik ben dus wazig. Ja, nou komt hij weer goed. Okidoki. Nou, toppie toch. Ja. Nou, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Ik ga zo verder met poetsen. Ja. Ik laat jullie wel weer kijken. Ja, hier zijn we weer even. En mijn huisje is weer spik en span hier beneden. Op het toilet, nou althans, ik hou het toilet dagelijks bij. Ik zal hem even hoger zetten, want het is zo donker, nou, dat helpt ook niks. Ja, het is buiten al licht, maar het is wel donker in huis. Ik kan er niks aan doen. De bank is helemaal schoon. Alles is helemaal schoon. De vloer is schoon, lekker schoon, behalve mijn aanrecht moet nog. Maar ik heb, dacht ik, mijn best gedaan. Ik heb hard aan het werk geweest. Ik
ben moe, ik heb pijn in mijn rug. Misschien dat ik vanavond de keuken nog even aanpak na het eten, maar in ieder geval nu even niet. Ik ga nu lekker even dingen voor mezelf doen. Ik denk dat ik even een plaatje ga maken van hier wordt gevlogd. Dat dat op mijn raam komt. Ja, ik denk dat ik dat ga doen. Lijkt me een strak plan. Camera erbij en dan de tekst. Let op! Uitroepteken. Hier wordt gevlogd. Ja, ja. Daar kunnen ze de rekening mee houden. Toch? Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles. Ik weet niet of het laat het is. Die klok die moet nog gelijk gezet worden. Er wordt woensdag gedaan. Ik zal even hier kijken. 18 minuten over 4. Ja, het is eerder donker. Nogal logisch dat ik met de lamp aan moet werken, hè? Ja. Nou ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik heb er geen last van. Niet meer. Je raakt eraan gewend, toch? En ja. Ik ga een bakje koffie maken. Wat lekkers er weer bij. Heb ik weer verdiend? Ja, al zeg ik het zo. Want ik heb het toch zelf gedaan. En ik wil die ook nog doen. Daar komt een ander kwijt op, maar dat moet even gestreken worden. Dus dat vraag ik morgen even naar Rebecca. Van, kan jij het even voor mij strijken? En dan komt dat erop. En dan kan dat gewassen worden, want dat ziet er niet uit. Dat is helemaal zwart van het zand. En daar ging een hele lieve man. We hebben hier een winkel, een bruidsboutique. Ze doet niet onder voor Mary Borsato. Doet ze niet onder. En zij heet Elena, dat vrouwtje. Maar haar man die liep net voorbij. Nou, die kennen we al jaren, want ze zijn getrouwd op mijn verjaardag. Leuk. Maar ja, wij zijn ook al bij dat boutiekje geweest. Wij hebben bij haar een ringenkussentje laten maken, speciaal voor ons. Met de letter J van mijn man, zijn naam Jack, en de letter C van mijn naam Corina daarop. Ja, hartstikke mooi, een hartvorm, heel leuk. En ja, die heb ik dus nog, die ligt in de vitrinekast. Ik weet niet, ik heb nog geen licht al daar. Ik zal even een stop pakken. Kijken of ik dat jullie kan laten tonen, ik weet het niet. Wow, waar staat er achteraan? Nou ja. Een glimp in mijn vitrinekast. Daar dat kussentje. Ja, de letter J in de letter C. Ja. Een kousenband. Kijk, in zo'n auto zaten wij. Van Elvis Presley. Daar zaten wij in. Nou, toch mooi. De taart op. Dus ja, helemaal geweldig. Het wordt steeds donkerder en donkerder. Ik word er heel erg gek van. Maar je moet helemaal weer wennen aan die rotwintertijd. Ja, vind ik niet leuk. Ik heb liever de zomertijd. Karin die stuurde al een of andere link op. En dan kan je dus stemmen of je hem op de winter of op de zomertijd wilt. Karin die zegt, wij willen hem op de wintertijd. Ik zeg, nou weet ik niet. Ik zeg, ik heb liever de zomertijd. Oké, zomers heb je langer licht. Oké, het is ook later licht in de ochtend, tot een uur of 10. Ja, eigenlijk belangrijk. Ja, voor degene die net zo leven als ik. Heerlijk, dat het dan nog even donker is. En dan als het licht is, kan je eruit. Voilà. En dan heb je ook geen licht nodig met deze. Maar in ieder geval, oké, het maakt mij ook verder niet uit. We hebben toch niks te kiezen. Net als met het stemmen, als het om daarna gaat. Dan moet je te stemmen, anders gaat je stem verloren. Dat vind ik ook weer zonde. Ik wil mijn stem dan wel laten gelden, maar wat ik wil, dat gebeurt toch niet. Nee, en vele anderen met mij, wat wij dan willen, gebeurt niet. Nou ja, waar stem je dan eigenlijk nog voor? En nou hebben we maar twee keuzes. Het is of de zomer of de winter. En ze zeggen nou al de wintertijd. Maar in plaats dat ze dat land volgen die al gestopt is om de klok te verzetten. Die hebben hem op zomertijd behouden. Nou, had het hier ook gedaan. Maar nee, hier moest het toch weer afgelopen weekend de klok achteruit zetten. Moeilijk hoor. Ja.
doe dan gewoon gelijk, oh, stoppen. Klaar. Maar nee. In ieder geval, lieve vrienden, geniet nogmaals van jullie namiddag. Blijf staan. En ik zie jullie straks alweer. Doekiedokies. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes om jullie een goede nacht toe te wensen. Sorry. Nogmaals, ik kom jullie weer eventjes een goede nacht toe te wensen. Ik wou er even niet uit. En dat heb je wel eens, dat het er niet uit wilt komen. Maar in ieder geval, maakt niet uit, we zijn er. En Roderick ligt daar op de bank te slapen. Die krijgt zometeen zijn melkkorf om en dan mag hij vooruit naar boven toe. Kijk, hier de boel af gaan sluiten. Dan komt het allemaal goed en ik zou zeggen graag tot morgen en gezond weer op. En we spreken elkaar morgen weer, sowieso. En ik hoop dat jullie een fijne dag zullen beleven morgen. Met hetgeen wat jullie gaan doen. En ik zeg slaap wel. Tot aan de andere kant van de nacht.